De Nederlandse spoorwegen en de gemeente Breda komen maandag 22 maart opnieuw in actie tegen de nog steeds groeiende overlast van stapels achtergelaten fietsen rondom het station. De zogeheten weesfietsen zorgen voor verloedering van de stationsomgeving. Er kan niet worden schoongemaakt en doorgangen worden geblokkeerd. Vanaf komende maandag worden honderden fietsen verwijderd en overgebracht naar tijdelijke fietsenstallingen in de buurt van het station.